Het ministerie van Onderwijs en het consultancybedrijf Perspectives of Freedom Foundation, POF, hebben op 14 oktober jongstleden een overeenkomst getekend. POF zal in dit kader een milieueffectenanalyse verrichten voor het project Herinrichting Waterkant. Dat valt binnen het PURP-programma. De studie die 7 maanden duurt, moet uitwijzen welke aanpak en methoden gebruikt kunnen worden voor de renovatie van de waterkant. Na bijkans 20 jaar zijn juridische krachten te hebben gegeven aan OW, is Indersing Ganga Bisun Singh aangesteld als waarnemend directeur van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer. De benoeming en aanstelling heeft gisteren plaatsgevonden. De waarnemend OGA-directeur gaat voor directe verbetering op een aantal prioriteitsgebieden, waaronder de vuilstortplaats Ornamibo en stadsverfraaiing. Reita Sahida Jumrati en Erik Ramat Murtabat zijn vanaf gisteren de nieuwe Surinaamse ambassadeurs voor respectievelijk Marokko en Indonesië. Het staatshoofd benadrukte dat het voor Suriname van groot belang is dat de inzichten van de regering met betrekking tot regionale en mondiale vraagstukken op de juiste wijze worden aangepakt. Hij meent dat de dreigingen voor de mondiale vrede en veiligheid dwingen tot een nauwere samenwerking met gelijkgerichte landen.